uit de stallen van Tal Milstein. Die dus met enige regelmaat een beroep doet op de ruiterkwaliteiten van Modolo Zanotelli. De witte vlekken goed zichtbaar op de buik van deze Kasjeszoon. Staat toch voor geluk als we de veilingmeesters van vandaag mogen geloven. Springt hier in ieder geval met veel reflexen. Met heel veel afdruk van het hout af. En het doet eigenlijk in alles denken aan zijn beroemde en befaamde grootvader Heartbreaker. Zanotelli stuurde als allereerst Luigi De Clips naar een smetteloze nulrit. En daar lijkt hij deze diesel bij te gaan voegen. Klasseronde van de Braziliaan met deze 10-jarige diesel GP Dubois, madame.